Welkom bij de Food & Agribusiness Update van deze week. De consumptie van pluimveevlees zal volgens de Rabobank toenemen omdat kip de goedkoopste vleessoort is. Door de economische teruggang hebben consumenten minder geld te besteden, waardoor de prijsbewuste consument vaker voor kip zal kiezen. Toch ziet de Rabobank wel enkele uitdagingen voor de sector. Die heeft te maken met sterke kostenstijgingen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook vogelgriep is een probleem. De wereldwijde verspreiding, nieuwe uitbraken en een lastige handel in boerderijproducten beperkt het aanbod van pluimveevlees in veel regio's. De energiekosten zijn fors gestegen voor voedingsbedrijven. In 2020 besteden de bedrijven in de voedingssector 1,5% van hun totale kosten aan energierekeningen. Dat aandeel stijgt dit jaar naar gemiddeld 7,5%. De sterke stijging van de energiekosten staat niet op zichzelf. Ook de kosten voor grondstoffen, verpakkingen, transport en personeel zijn flink omhoog gegaan. De graanprijzen zijn weliswaar gedaald sinds maart, maar liggen nog altijd 10% boven het niveau van vorig jaar. De totale kostenstijgingen voor de voedingsbedrijven liggen tussen de 20 en 30%. De melk rechtstreeks vanuit de koe zelf verwerken tot verse zuivelproducten, dat doet Bert van Asselt op zijn bedrijf De Hellehoeve in Putten. Onder de naam Hallo Koe liggen de melk, karnemelk, yoghurt en kwark in de lokale supermarkt. Bert wil niet dat zijn melk opgaat in de massa, maar een herkenbaar en gezond product maken. In deze video legt Bert uit waarom hij het zo doet. Wil je meer weten? Klik dan op de links onder deze video.